Hoi Waterman, welkom bij je reading voor maart. Ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt gehad afgelopen maand en dat je ervan genoten hebt en we gaan kijken wat deze maand jou brengt. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. Wat heb ik? Tuberose. Dangerous pleasure. Oei. Nou, daar hou jij wel van. Nee, hier hou jij wel van. Dangerous pleasure. The secret of reaping the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously. Oké, dus de grootste vruchten pluk je van het leven op het randje. En de leukste dingen in het leven. Ja, ik bedoel de leukste dingen in het leven. Ik weet niet wat je leuk vindt. Maar er zijn best wel uitdagende dingen in het leven. Kijk, en als je bijvoorbeeld gaat kijken naar een achtbaan. Superleuk. Maar het moet allemaal wel goed gaan. Kermisattracties. Hartstikke leuk. Maar het moet wel goed gaan. Maar nu ben je een sterrenbeeld. Je houdt van risico's. Je houdt er helemaal niet van om altijd maar zekerheid, veiligheid te hebben. Om altijd maar op dezelfde... op dezelfde plek, in dezelfde routine te zitten. Je houdt van een uitdaging. Dus, dat komt in ieder geval goed uit. Excuus. Wat komt er deze maand je kant op? Sowieso een nieuw begin. En de aas van pentagrammen is een langzaam nieuw begin. Het verloopt rustig. Het proces gaat rustig. Je bent rustig aan het bouwen. Maar als eenmaal de eerste hoeksteen ligt, dan kun je blijven doorbouwen aan iets wat je leven lang kan blijven. Dus, nieuw initiatief, daar ben ik blij om. Wat blokkeert je nu op dit moment? En dan heb je de vier van zwaarden. Rechtop is dit een moment van rust. Het is rust in je hoofd. Het is een moment van meditatie. De dingen goed overdenken. En op het eind van de maand komt hij weer rechtop te staan. Maar nu op dit moment ligt hij dan eigenlijk op zijn kop. Of ja, hij ligt dwars. Maar wat dit inhoudt is eigenlijk, je zou het om moeten draaien. En in dat geval is het een beetje chaotisch. Alsof je niet precies weet wat je ermee moet. Alsof je net niet even je rust kunt pakken, even je overzicht kunt pakken, orde op zaken stellen en het lukt allemaal maar net niet. En je denkt, oh, ik moet hier gaan liggen, ik ben niet te oud voor joh. Ik moet even gaan liggen, alsof je dat gevoel hebt. Oké. Waar haal je op dit moment je kracht uit? Aas van zwaarden, mooi zo. Er zijn twee azen. Twee azen die jou liggen. Praktisch wezen, dingen bouwen, ook al gaat het langzaam. En positief zijn, helderheid, weten waar je naartoe moet, daar haal je je kracht uit. Niet uit verwarring, helderheid. Mooi zo, goed. Aas van zwaarden kan ook gaan over een nieuwe mindset, over een nieuwe focus of echt gefocust zijn. Weten waar je doelen liggen en erop afgaan. Daar haal je je kracht uit. Mooi. Waar moet je op focussen? Ja, nieuw avontuur, tuurlijk. Ja, dat is klaar als een klontje. Je hebt, wat komt er op je pad? Een nieuw begin. Waar ligt je kracht? Een nieuwe mindset. Waar moet je op focussen? Ja, inderdaad, die stap zetten. En de dwaas denkt niet na over wat er hieronder allemaal speelt. En wat zich daar bevindt. Gewoon een leap of faith. Gewoon zeggen, oké, weet je wat? Laten we eens gewoon een keer iets gevaarlijks doen. Of iets wat op het randje is. Laten we er gewoon voor gaan. Want als je nooit risico's neemt, zul je ook nooit de beloningen daarvan kunnen innen. Toch? Zo is het wel. Als je altijd maar blijft zitten waar je zit, kom je nergens. En je bent bereid om die stap te zetten. Om te zeggen, oké, laat die risico's maar komen. Laten we maar kijken waar we uitkomen. Welke hulp krijg je van buitenaf? En dit kan een persoon zijn, het kunnen gidsen zijn, engelen zijn, misschien je voorouders, het universum. Welke hulp krijg je van buitenaf? En dat is de Ridder van Bekers.
Het voelt goed, gevoelsmatig. Is het goed? Je bent gemotiveerd. Je bent geïnspireerd. Het voelt goed om het te doen. Het voelt goed om die rivier over te steken. Oké. Goed zo. Aas van pentagrammen. Wat komt er deze maand je kant op? Ja, een nieuw begin. En het is een langzaam nieuw begin. Ik weet niet of je dat erg vindt. Normaal gesproken hou je van vlotte actie. Wat ik al zei, het voelt goed. Dit nieuwe begin voelt goed. Je bent de dingen aan het samenbrengen. En je weet ook dat er afscheid genomen moet worden van bepaalde dingen. Maar dat vind je op dit moment prima. Niet alles kan blijven zoals het is. Soms moeten dingen veranderen en je zit nu op een punt waarvan je denkt, oké, er moeten dingen veranderen. De hoogpriesteres, je intuïtie geeft het aan. Je intuïtie is vlijmscherp op dit moment. Er is helderheid, er is overzicht. Dan vraag ik me af of dit wel van jou komt. Maar dat gaan we dadelijk bekijken. Maar je intuïtie is vlijmscherp. Die is spot on. Ik denk ook dat je intuïtie je leidt naar dit nieuwe begin. En ik heb ook het gevoel dat je het niet erg vindt dat het wat langzamer gaat. Omdat het je namelijk de kans geeft om dit heel goed uit te werken. Om verfijnd te werk te gaan. En je weet dat die wedergeboorte, dat het nieuwe moment, dat het hoe dan ook komt. En misschien dat je er daarom geen haast mee hebt. Dat je denkt, komt goed joh. Ik weet wat ik doe. Mijn gevoel geeft het aan. Ik volg mijn intuïtie. Ik word deze kant op geleid en het voelt goed. En ik weet wat ik aan het doen ben. En dat nieuwe begin komt wel. Ik heb er geen haast mee. Laat me eerst maar eens eventjes mijn tijd nemen om te kijken wat ik nou precies samen wil brengen en hoe ik dit in elkaar wil zetten. Je wilt kwaliteit leveren, geen kwantiteit, kwaliteit. Mooi zo. Kwaliteit boven kwantiteit. Oké. Okay. De 4 van zwaarden, wat blokkeert je? Oh, 9 van zwaarden. Misschien zijn er bepaalde dingen waar je je zorgen over maakt. Misschien zijn er mensen waar je je zorgen over maakt. Je weet het niet. Ik weet dat je een zorgzaam persoon bent, dat weet ik wel. Of misschien zie je gewoon een paar beren op de weg. Maar aan de andere kant zie ik ook wel een bepaalde vorm van onafhankelijkheid. Je houdt er absoluut niet van om afhankelijk te zijn van. Daar hou je niet van, dat weet ik. Ik weet dat je zo in elkaar zit. Je houdt niet van onafhankelijkheid. Maar we gaan kijken. We hebben de maan. We hebben de aas van zwaarden. En de koning van bekers. Deze kaarten zou je eigenlijk nu op z'n kop moeten bekijken of dwars. En ik zie een bepaalde voorzichtigheid. En ik denk dat dit een voorzichtigheid is van jou naar anderen toe. Omdat je niet zomaar iemand iets of iemand achter wil laten. Omdat je niet zomaar, je bent niet iemand die zegt, nou stik er maar in, ik doe gewoon mijn eigen ding en het is prima. Ik zie een bepaalde zorgzaamheid en die zorgzaamheid is op dit moment hetgene wat je tegenhoudt. En dat is heel lief, daar is niks mis mee. Dat vind ik eigenlijk wel bewonderenswaardig. Je houdt rekening met anderen.
denk ik. Dat is het gevoel wat ik hierbij krijg. Maar doe dat niet te veel. Misschien heb jij wel rust en overzicht. Misschien vind jij het prima dat een einde een nieuw begin brengt. Voor jou is het goed. Jij voelt dat het zo hoort, dat het klopt. Maar voor een ander misschien net niet. En dat is hetgene waar je rekening mee probeert te houden. En misschien probeer je daarom geduldig te zijn. En probeer je daarom vanuit pentagrammen te werken in plaats van uit zwaarden. Omdat het element aarde rustiger is dan het element lucht. Lucht gaat veel sneller. En je probeert het op een zo rustig mogelijke manier te brengen. Maar ik denk dat je dit doet voor iemand anders. Iemand die je naar het hart gaat. Iemand die belangrijk voor je is. En je wilt het zo rustig mogelijk voor hun doen. Dat is het gevoel wat ik hier heb. Zodat zij niet ineens pasboem het gevoel hebben dat ze buiten schot staan. De keizerin, weer een heel zorgzaam persoon in het tarot. Weer een heel zorgzaam persoon. Maar als er iets moet veranderen in haar keizerrijk, zal ze het ook doen. Ze zal het op een liefdevolle manier doen, op een zorgzame manier. Het zal niet pasboem, ik wil dit dus. Het is geen keizer, het is een keizerin. Ze heeft die moederlijke zorgzaamheid. En ze houdt rekening met haar omgeving. Maar zorg ervoor dat je omgeving jou niet blokkeert. Kijk, stel dat jij ergens 10 of 20 jaar gewerkt hebt en je bent op zoek naar een nieuwe uitdaging of je bent niet meer gelukkig in die positie, dan is het niet zo omdat jij zorg draagt voor dat bedrijf dat je daar nog maar 10 jaar moet blijven. Want uiteindelijk wordt dat hun verantwoordelijkheid. En misschien heb je heel veel op met je collega's en heb je heel veel op met het bedrijf, maar dat wil niet zeggen dat je daar moet blijven zitten, omdat omdat zij dat nodig hebben. Jij hebt ook je eigen onafhankelijkheid. En je hebt ook je eigen vrijheid nodig. Waar haal je je kracht uit? De ster. Weer 9 van pentagrammen. 10 van bekers. Mooi. Goed zo. Wat ik al zei. Je hebt ook je eigen onafhankelijkheid. En die heb je nodig. Je hebt die onafhankelijkheid nodig. Je hebt het af en toe nodig om risico te nemen. Om te durven, om actie te ondernemen, om te zeggen, oké, nou gaan we er een keer voor. Waarom? Je hebt dingen in het leven die je wil. Er zijn dromen en wensen waarvan jij wil dat ze uitkomen. En het is prima dat je daarbij zorg draagt voor een ander. En dat je rekening houdt met anderen. Maar dat wil niet zeggen dat het je voor eeuwig tegen mag houden. Je kunt er rekening mee houden. Dat kan. Maar zorg ook voor jezelf en voor je eigen geluk. Dat is waar jij je kracht uit haalt. En je verdient dat geluk even goed als ieder ander. Maar je hebt die onafhankelijkheid nodig. En ik zie hier heel duidelijk dat jouw kracht daarin ligt. Soms is het oké om een risico te nemen. Soms is het oké om aan iets nieuws te beginnen. Soms is het nodig om gewoon even af en toe de randjes op te zoeken. Omdat je weet dat daar je geluk ligt. Niet geschoten is altijd mis en dat weet je. En je wilt dat schieten nog heel even uitstellen omdat zij nog uit de weg moeten. Bij wijze van. He, stel je gaat boogschieten en dat daar die kristal is je doel.
En er zijn hier nog allemaal mensen die lopen hiervoor. Dan wil je heus wel even wachten met schieten tot zij uit de weg zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze hier vrolijk moeten gaan staan te keuvelen. Want Waterman die wacht wel op mij tot ik onderhand een keer weg ben. Want jouw doel is daar. En nou is dit een stilstaand iets. Maar stel nou dat dat doel beweegt. Dan mis jij je doel en je dromen en wensen omdat zij staan te pietenpeuten. Omdat Waterman wacht wel. Maar ga niet voor eeuwig zitten wachten. Want op een gegeven moment mag je ook heus wel zeggen, ga eens even van de kant. Of zoals we in Brabant zeggen, ga jij ze net weg. Dat. Oké. Voor de dwaas heb ik 9 van bekers. 9 van pentagrammen hier. 9 van bekers. We hebben de 6 van zwaarden. En we hebben de 2 van zwaarden. Focus is nodig. En er is een beslissing nodig. Sowieso. Je hebt focus nodig en een beslissing nodig. Klopt. En ik denk dat het tijd wordt dat je die op jezelf vestigt. En wat ik daarnet, ik zei het hier al, je vindt het prima om ergens afscheid van te moeten nemen voor dat nieuwe begin. Je bent een onafhankelijk persoon, je weet wat je wil, je kunt niet voor eeuwig stil blijven staan. Af en toe zijn de doelen de risico's waard en dat weet je, de beloning is het risico waard, dat weet je. Maar het wordt wel tijd dat iemand aan de kant gaat. Iets of iemand moet aan de kant. Daar is je doel. Je wil schieten. En dat doel blijft daar niet voor eeuwig staan. Echt, heus niet. En zij staan daarvoor te keuvelen. Theekransje te houden. Maar op een gegeven moment, als je dat doel wil raken, moet je schieten. Moet je een keuze maken. En daar moet je focus op liggen. Je wilt rekening houden met een ander. En dat is helemaal prima. Maar houd ook alsjeblieft rekening met jezelf. En laat je doel niet voorbij schieten. Laat het momentum niet voorbij gaan. Dat is waar je focus moet liggen. Er is een bepaalde tijdspanne waarin jij dat doel kunt halen. En dan moet je soms even zeggen, ga eens even aan de kant. Want ik heb daar een doel staan en dat doel wil ik bereiken. Ik wil raak kunnen schieten. En niet omdat iemand anders heel graag nog even blijft, dat jij je doel mist. De Ridder van Bekers. Kracht. Koning van Staven. Page van Pentagrammen. Oké. Aan de ene kant zie ik misschien een vuursterrenbeeld in je omgeving. Een leeuw of een boogschutter. Eén van de twee. Kan ook een ram zijn, maar ik zie voornamelijk leeuw en boogschutter. Maar ik denk dat er iemand in je omgeving is, of wat ik al zeg, het kan een persoon zijn, gidsen, engelen, voorouders, maakt niet uit, het universum zelf. Iets of iemand inspireert je. Dat is de eerste kant die ik zie. Ik zie kracht, ik zie doorzettingsvermogen, doelgerichtheid, weten wat je wil, nieuw initiatief. En ik denk dat je aan die persoon heel veel kunt hebben. Aan de andere kant zie ik een heel voorzichtig initiatief. Misschien wel van dit groepje. Misschien wel van deze persoon. Een heel voorzichtig initiatief. Zou ik dan toch meegaan? Het is wel belangrijk. Het is belangrijk voor Waterman. Ik weet dat het belangrijk is. Zou ik dan toch meegaan? Misschien wel. Ik zie twee kanten hier. Vanuit je hulp. Wat gaat jou helpen om die eigenzinnigheid terug te pakken?
en om voor je eigen geluk te gaan. En om die keuze te maken om uiteindelijk toch je doel te raken. Om te schieten. En aan de ene kant zie ik inspiratie. En go for it, yay, huppakee, tuurlijk waterman, moet je doen. Iemand die dit net zo leuk vindt als jij. En aan de andere kant zie ik een heel voorzichtig initiatief. Het is toch belangrijk. Het is belangrijk voor hem. Het is belangrijk voor haar. Zal ik dan toch... Ah, laat me maar meegaan. Voorzichtig. Ik ga wel mee, maar wel voorzichtig. En rustig. Laten we het vooral rustig doen. Met één pentagrammetje tegelijk. Maar wel rustig. Maar ik wil wel mee. Ik wil het wel doen. Dus ik zie uiteindelijk dat als dit een persoon is of een bedrijf of wat het dan ook is, welke situatie je in zit, die nu nog denkt van nee. Er moet rekening met ons gehouden worden. En dat je dat ook doet. Maar hier zie ik een rustig initiatief. Oké, misschien ga ik toch mee. Misschien wel. Oké. Maar ik denk dat dat pas gebeurt op het moment dat jij zegt dat ze even aan de kant moeten. Dat denk ik wel. Op het moment dat er duidelijk wordt van het is belangrijk. Het is belangrijk voor ze. Oké. Je advies. Eerste advies. 5 van pentagrammen. Het kan best zijn dat je deze maand het gevoel hebt van... Dat je misschien een beetje erbuiten staat. En dat er geen rekening wordt gehouden met jou. En dat je... Dat je niet binnen zit, maar buiten staat. En dat jij dan liever zorgt dat andere mensen binnen zitten. En dat jij dan wel even de kou doorstaat. Maar tegelijkertijd geeft dit je wel je eigen individualiteit. En je eigen onafhankelijkheid. Want op het moment dat jij leert dat jij die kou heus wel kunt doorstaan. En dat jij een ander nog even binnen laat zitten. Leer je hoe sterk je bent. Dat is het eerste. Tweede advies. 8 van pentagrammen. Ga uit van wat je kent. Ga uit van ervaringen die je hebt opgedaan. En wees ook bereid om ervoor te werken. Maar je ziet hier iemand die 7 pentagrammen heeft gemaakt en bezig is aan de 8e. Ze weet hoe ze pentagrammen moet maken. Jij weet hoe je dit moet gaan doen. Dat weet je. Je hebt het vaker gedaan. Je hebt het 7 keer eerder heb je dit gedaan. Dat nieuwe initiatief. Je bent 7 keer eerder begonnen met bouwen. Je hebt ervaring opgedaan. Bouw op die ervaring. Neem die mee. 10 van pentagrammen. In 1 keer heel veel pentagrammen trouwens. Oké. 10 van pentagrammen. En je hebt hier de 10 van bekers. Hier de 10 van pentagrammen. Het risico gaat het waard zijn. De beloning gaat het risico waard zijn. En het zal niet even snel gaan. Misschien net niet snel genoeg voor jou. Omdat dit aarde is. En het duurt nou eenmaal een tijdje voordat je van een aas naar een 10 gaat. Dat duurt even. Vooral als het aankomt op pentagrammen. Maar het gaat het uiteindelijk allemaal waard zijn. Alleen zal er op een bepaald punt een beslissing moeten worden genomen door jou. Om voor je eigen geluk te gaan. En te bouwen op je eigen onafhankelijkheid. Het gaat een moeilijke keuze worden. Maar aan de andere kant zie ik ook wel dat jij het ergens prima vindt dat er iets verdwijnt. Om ruimte te maken voor iets nieuws. Uiteindelijk gaat het allemaal waard zijn. Dat was snel. Oké, energy. With limitless energy, you'll achieve more than you ever dreamed possible. Met eindeloze energie zul je bereiken waarvan je nooit had kunnen dromen dat het mogelijk werd.
Je hebt een eindeloze energie. Voor een waterman om te gaan werken van pentagram naar pentagram, kost je ontiegelijk veel energie. Kijk, ik ben een stier, voor mij is dit eigen. Die pentagrammen zijn mij eigen. Hard werken, het duurt lang, dat is mij eigen. Voor mij zal dit makkelijker zijn dan voor jou. Maar voor een luchtteken, om dusdanig gefocust te zijn en doorzettingsvermogen te tonen, om van een aas naar een 10 te gaan. Want dat doe je in deze maand. Deze maand ga je van een aas naar een 10. En dan het traagste element wat je kunt bedenken. Dat is energie. Dat is doorzettingsvermogen. Dus ik vind dat bewonderenswaardig. Ik vind dat echt bewonderenswaardig. Dus, Waterman, ik ga hem hierbij houden. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik wens je een hele fijne maand maart. Als je hier vragen over hebt, laat het me weten. Voor nu dank je wel en ik hoop tot ziens. Doei!